In de mijntijd werd er hard gewerkt, maar in je vrije tijd kon je in mijn stad zo'n beetje alles doen wat je maar wilde. Een van de grootste trekpleisters was het indrukwekkende Mauritsstadion, dat vlak na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd. Het was enorm. Er pasten wel 20.000 toeschouwers in. Zo populair was voetbal hier. Het was het thuishonk van SV Maurits en later ook van de club Fortuna 54. Nou, als er één ploeg furoren maakte in de Mijnstreek, ze plantte het eerste zaadje voor betaald voetbal in Nederland en sleepte maar liefst 2 keer de KNVB-beker in de wacht. Dat moet toch die mijnwerkersmentaliteit zijn geweest.